Oké, YouTubers, jullie willen weten hoe je donaties kan fixen, hoe mensen op je kunnen doneren. Nou, kijk naar deze video, vandaag ga ik meer uitleg geven, dus let's freaking go mensen. Let's go, op naar de intro. Ik wou zeggen outro, maar het is intro. Hallo! Jullie en mensen van Gek Gamers, vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Ivo en ik ga jullie wat uitleggen over PayPal. En dit is niet echt bijzonder als je geen YouTube kanaal hebt. Maar vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Halen we de 5 likes. Want ik ga vandaag uitleggen, hoe krijg jij een PayPal button voor donation? Of donaties, of hoe je het ook wilt zeggen. Ik ga zo meteen laten zien wat het eindresultaat is. Luister goed, dit is voor YouTube. Als het anders werkt bij Twitch, dan moet je de andere pagina gebruiken. Maar dit is hoe ik het heb uitgevogeld op PayPal. Wat moet je doen? Je gaat naar Tools. En ja, dan kom je op dit schermpje terecht. Dan zie je allemaal bij mij hartjes, maar dat, bij jullie zou het helemaal weg moeten zijn. Er staat hier PayPal knoppen. Of PayPal buttons. Ligt eraan waar je naar kijkt. En dan klik je erop. Wat moet je doen? Wat is de bedoeling? Wat je gaat doen is hier naartoe. Naar nieuwe knoppen maken. En dan klik je op. Wanneer dat gebeurt, laat het bij mij. Maar misschien is het bij jou veel sneller. Laden. En dan krijg je dit. Wat moet je doen? Hier staat objectnaam. Hoe gaat het heten? Je kan het zoals wat ik had net gedaan. Was Gek Gamers YouTube, dus dit is het YouTube kanaal. Maar ik kan ook via iGaming. Laagstreepje met laagstreepje Ivo 2002. Dit hoef je niet te doen. En de prijs. Ik had dat niet aangepast. Ligt eraan met wat je werkt. En voordat je het vergeet, dat ben ik nu wel vergeten. Je moet wel het dit linkwagen moet je aanpassen naar donation. Dan moet ik het weer even opnieuw even iGaming laagstreepje met laagstreepje Ivo 2002 Twitch. Want ik heb ook nog Twitch en dan wil ik ook gewoon zien dat mensen dat ook gewoon willen. Wat moet je doen? Tekst weergeven, tekst, je klikt gewoon hierop en wat gebeurt je komt hierop. Ik weet niet hoe je het uitlegt, godsamme. Je kan zoveel bereiken hiermee. Als je op deze klikt, dan krijg je alleen de donatiebutton. Als je op deze klikt, dan krijg je de donatiepunten plus de creditcard logo's waarmee je kan werken. Je kan ook gewoon je eigen knop maken, maar ik zou het gewoon even hierbij houden. Dat is gewoon veel malen makkelijker. In wat doe je het? Nou, wij doen het in euro's, want wij zijn Nederland. Maar ben je van Engeland, dan doe je US, maar wij zijn voor Nederland. Wat moet je doen? Je doet heel simpel. Je mag bepalen met welke je doet. Je kan het via de e-mailadres doen, maar je kan het ook via dit doe ik gewoon via de PayPal. En het is heel simpel. Je gaat dan naar stap 2 en je gaat gewoon een beetje alles doorlezen. Dit staat een beetje wat er staat. En dan ga je naar stap 3. Stap 3 is wel belangrijk. Want dit kan soms voorkomen als jij je stream start. En dan kan je opeens iets in beeld krijgen. En daarvoor is dit dus wel handig. Naam van berichtsvak. Limiet van 40 tekst. Dan kan je niks doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld bedankt voor de donatie. En dan doen we eventjes wel 2 o's. Want ik ben zo iemand die weer zo slecht is. Ik zou, wilt u de verzendadres van de klant weten? Nee, want je wilt niet alles weten van hem. Gewoon niet doen.
Dat is veel veiliger en dan vertrouwen de kijkers je meer. Voor de rest, gewoon het zo laten hoe het is. Je moet dus alleen hier op ja klikken en dan je tekst veranderen als je dat wil. En dit op nee zetten, want anders vertrouwen de kijkers je niet meer. Dan druk je op knop maken. En dan, ja, krijg je dit te zien. Wat je moet doen, want hier zitten heel veel mensen klem. Dit is voor mijn gevoel je streamcode. Je streamding. Maar je kan deze is veel malen. Deze is vele malen makkelijker voor YouTube en voor andere. Volgens mij ook voor Twitch. Maar we zijn niet voor YouTube. Wat je doet Ctrl-C. En ja, je bewaart hem gewoon. En je kan dan gewoon naar over. En dan kan je bijvoorbeeld hier bewerken. En dan kan je er eentje toevoegen. En dan heb je dat. Maar mensen, ik ga het ook laten zien dat het ook werkt. Doe gewoon putje. Doe een Ctrl-V. En dan druk je op gereed. En het is putje je nieuwe ding. Maar wij hoeven het niet meer. Wij hoeven deze niet. Want wij willen gewoon het zo houden. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deze video. Als je nog vragen hebt, laat het gewoon weten. En wat je daarna kan doen, is gewoon weer teruggaan naar tools. Het kan zijn dat mijn... Dat wordt wat doorgegeven bij mij, maar dat is niet zo. Als je zeker wilt weten dat die is opgeslagen, dan ga je dus naartoe, ga je naar hetzelfde en dan kom je dus hier uit. En dan moet je kijken bij acties. En als je dan wilt verwijderen, dan druk je gewoon op knop verwijderen. En zoals dat ik wil doen, maar dat gaan we niet doen. Ik heb volgens mij ook al uitgelegd hoe het werkt wanneer je opkomt. Zo niet. Krijgen we het nog één keer te horen. Je gaat dus naar, je klikt dus op de link. Die kan je gewoon zo vinden als je op home bent. En dan kan je gewoon op deze klikken. Maar we gaan hem nog wat meer naar voren schuiven. Dat hij gewoon wat vetter staat. En dan kan je bedrag doen. Je kan bijvoorbeeld €100. Kan je gewoon naar ons toe doneren. Maar je weet dat je hier eerst moet op klikken. Gewoon op doorgaan. En dan gaat hij laden. En dan moet je voornaam, achternaam, kaartnummer, dan wat, en dan de vervaldatum. En dan dit, beetje gewoon dit invullen. En dan je donatie hier invullen. En dan op deze klikken. Donatie controleren en doorgaan. En dan ben je er eigenlijk alweer bijna. Mensen! Hebben jullie genoten van deze video? Smash op het blauw duimpje omhoog. Haal de 5 likes. Ik doe wel 10, maar 10 zou ik heel chill zijn. Haal de 5 likes, zou chill zijn. Ik zeg hem enigszins later. En als jullie meer willen weten, check link in de beschrijving. Daar staat ook nog de PayPal. Voor gewoon die hier staat. Als je graag wilt doneren, doe het gewoon hier beneden. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Ik zeg hem enigszins later. Dit kan gewoon overal wanneer je wil. Maar check altijd ons PayPal. Peace.